Wij van Denk zijn altijd op zoek naar handjes die ons kunnen helpen op het bureau hier in de Tweede Kamer, op ons partijbureau in Rotterdam of onze kantoren in Utrecht, Den Haag of Amsterdam. Bij Denk hebben we verschillende afdelingen waar jij stage kan lopen. In deze video lopen we ze allemaal na. Om te beginnen met de afdeling Media en Communicatie. Jij houdt je dan bezig met onder andere filmen, editen, social media of creatief schrijven. Samen proberen we jouw creativiteit optimaal te benutten. Schrijf jij graag mee aan de speeches van onze Kamerleden? Hou jij ervan om wetten en regels grondig te onderzoeken om debatten in de Tweede Kamer voor te bereiden? Dan pas jij het best bij ons beleidsteam. Bij de afdeling HRM ben jij vooral verantwoordelijk voor het bijhouden van persoonsgegevens van alle medewerkers. Bij de ICT-afdeling werk je in een team aan verschillende projecten. Je maakt kennis met coderen, bouwen aan websites en het oplossen van technische problemen. Wil jij mensen helpen met juridische problemen? Dan zit jij goed bij ons ombudsteam. Jij geeft juridisch advies aan mensen die ons benaderen met hun vragen. De secretariële afdeling is misschien ook iets interessants voor jou. Je zult dan bijvoorbeeld mensen ontvangen en telefoontjes opnemen. Jij bent dan het visitekaartje voor Denk. En daarom is jouw glimlach natuurlijk heel erg belangrijk. Naast dat je inhoudelijk ervaring opdoet binnen de fractie van Denk, zijn er nog twee belangrijke punten die ik mee wil geven. De eerste is dat je integraal onderdeel bent van het team. En dat betekent dat als je goede ideeën hebt of een goede mening, is dat je die altijd mag inbrengen. En als tweede is het heel goed om te weten dat we leuke activiteiten organiseren. Barbecues, zaalvoetbal en vele andere activiteiten om samen echt een hecht team te vormen. En als kers op de taart krijg je natuurlijk een riante stagevergoeding. En daarom zou ik zeggen, wacht niet langer en meld je direct aan.